walkout in een tradable 100k pack. Kom op dan. Belgisch. Oh mijn god. Yo, mensen, groen van DNPNL met een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een gloednieuwe reward video. Vind je deze video zo leuk? Mensen, doe zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal hier beneden voor heerlijke video's. Ook tijdens het team die hier uiteraard komt er bijna aan. Ik weet niet hoe lang. Volgens mij komt het de 7 januari. Zin in, yes. Wil je nou FIFA points kopen? Dat kan. Ga naar ikwaltegoed.nl. En smikkel die lekkere, heerlijke FIFA puntjes mee. Koop je te goed op ikwaltegoed.nl. Mensen, vandaag hebben we de Weekend League rewards. Ik ben helaas dus geen elite geëindigd. Want ja, ik ben slecht. Ik heb Weekend League rewards. En ik heb FUT Division Rivals reward. Division Rivals zal wel dingetje 3 zijn. Ja. Oké, dan gaan we natuurlijk voor de untradables. Want daar hopen we nog altijd om ooit een icon te krijgen. Of iets in die richting. Dat zou lekker zijn. Dus dan krijgen we namelijk 2 vette K-packs. Dat is lekker. En de Weekly reward. Dus goud 1 ben ik geworden. Dit nou voor onzin. Ik ben toch goud 1 geworden. Ik heb 21 winst gehaald. 5 munten. En goud 1. Nou, ik weet niet wat IE nou weer aan het doen is. Je hebt het ook echt helemaal verneukt, hè. Echt ongelooflijk. Ik krijg 50.000 munten, 200 K-packs en 2 spelerskeuzes. Laten we die spelerskeuzes maar eerst doen. Dat is echt wel minder. Want met Elite krijg je er 3. Dat is veel chiller. Oh mijn god, we krijgen Rashford. Oké, ziek nice. We krijgen Rashford. Dat op zich misschien wel een goede super sub is. Hier ben ik helemaal niet ontevreden mee. Is echt een van de betere. Zo lekker zeg. Die is voor mij best wel wat coins waard. Ik ga even kijken hoeveel coins hij waard is. Want ik denk dus dat hij best wel wat centen waard is. Ja, ik kan hem natuurlijk niet verkopen. Dat is wel jammer. Maar hij is 160k waard. 160k. Helemaal niet verkeerd. Rashford gaan we zeker even lekker meenemen. Ik weet niet wie er nog meer in vorm zijn. Ik heb het Team of the Week nog niet echt gecheckt om eerlijk te zijn. We krijgen letterlijk exact dezelfde spelers volgens mij. Alleen dan deze gast erbij. Nou, we gaan lekker voor Bolly, want dat is een 81 rated. Ja, ik weet het verder ook niet. Rashford ben ik echt blij mee. Is echt lekker. Oké, nice. Ik wil nu eigenlijk wel even Team of the Week zien om te kijken hoe het eruit ziet. Ik ga trouwens eerst even plaatsen voor de Weekend League. Want ik ga natuurlijk weer Weekend League spelen, mensen. Uiteraard. Uiteraard. Ik wil even weten wat het Team of the Week is, zodat ik even straks blij kan worden dat ik een goede speler krijg. Ja, of niet blij als het dus geen goede speler is. Voor mij is Rashford oprecht een van de betere, denk ik. Even kijken. Hazard is fucking goed. Oké, Firmino. Die Philippe Andersson is ook wel goed. Daar heb je voor de rest helemaal niks aan. Die verdedigers en zo. Keeper ook niet. Ja, Rashford is echt wel de beste samen met, vind ik dan. Ja, mensen vinden Nico Vitsavic heel goed. Maar ik ben niet zo'n fan van hem. Nee, echt een lekker kaartje. Dus misschien wel qua gebruik. Samen met deze man. Want deze man is echt zo. Die stats, jongen. What the fuck. Dus ik hem wel kopen als super sub. Want deze stats zijn echt niet normaal. Holy moly. Ongelooflijk. Maar oké, als we die Hazard even packen, zou het fijn zijn. Ik heb nog wat andere packs die ik nog had, volgens mij. Laten we die ook allemaal maar openen. Laten we maar lekker gaan openen die packies. Eerst krijgen we geen walkout. Oh. Oh, we worden weer genaaid. Ja, we worden genaaid. Ja, genaaid. Oh, geen bord ook. Mensen, laat even in de comments achter hoeveel jij uit gaat geven bij Team of the Year. Te veel. Waarschijnlijk. Dat is mijn antwoord. Weer geen borden zeker. Ah, klote jee. Het gaat eigenlijk alleen om die 50 en 100 K-packs. En daar moeten we gewoon een walkoutje in krijgen. We hebben nu 52 K-packs, untradable, 250 K-packs en 200 K-packs tradable. Deze eerste 4 zijn untradable. Ik had 7 packs. Hoe heb ik 7 packs? Ik heb geen idee wat mijn 7e pack is. De eerste 50 K-pack is geen walkout. Ook geen bordspeler. Daar baal ik wel een beetje van. Dat is echt best wel matig. Ik hoop wel even op één goede speler. Zal ik in ieder geval wat hebben wat een beetje iets waard is? Ik krijg hier een hapsie, maar voor de rest helemaal niks. Wat heb ik dan voor nog voor pack? Oh, Jumbo Pri. Oh, dat is mijn maandag mijn pre-order pakket. Nou, laten we maar even kijken of daar nou wat in zit dan. Nee, daar krijg je echt nooit. Dat is echt zo. Die zijn zo slecht. Je zou wel denken van EA, dat probeer je een beetje te promoten. Weet je wel, zodat mensen volgend jaar weer gaan pre-orderen. Maar ik heb eigenlijk nog niks gehad uit die packs. Oké, dit is het laatste slechte packie. Hierna alleen maar goede packies. Ja, ook eigenlijk geen walkout. Zeker ook geen bord. Oh, we krijgen borden, zo waar. Oké, kom maar op dan. Belgisch, CW, oh, Company. Nee, Overtongen. Alderweireld. Oké, Alderweireld 85 centerback. Niet verkeerd. Is natuurlijk untradable. Maar voor SBC is dat helemaal niet verkeerd. Dat is hartstikke lekker. Hartstikke blij mee. Prima, Jima. Nee, is gewoon prima. Prima kaart. Prima packie. Oké, gaan we nu komen de echte packs. Eerste 50 K-pack mensen. Geen walkout. Oh mijn god. Als mijn team van de year luck ook zo wordt, dan ga ik echt huilen. Krijgen we wel weer Bordeaux. Krijgen we een inform. Kan geen Rashford zijn. Dit is een spits. Oh, dit is slecht. Oh man, Kuzo. Heel slecht. Ik heb mijn 52 K-pack. Kom op dan. Geef mij een lekker spelertje. Boom. Ja, weer borden. Het wordt niet meer minder dan Timo Werner. Werner, heel erg slecht. Ja, niet zo goed niet. Het is Werner. Maar nu komen de 100 K-packs. Daar gaat het gebeuren. Daar komt hij de allereerste. Hoppakee. Hopsa. Hopsa, flopsa, ropsa, topsa. Een walkout. In een tradable 100 K-pack. Kom op dan. Belgisch. Oh mijn god. IE zit zo hard met me te kutten. IE zit zo hard met me te kutten. Ik dacht ik heb Hazard. Ik dacht letterlijk ik heb Hazard. Oh mijn god. Dit meen je niet. Dit meen je niet. Ik haal mijn leven. Oh. Ik dacht echt van ik heb Hazard.
Ik heb ook echt niet doorgehad dat er überhaupt een ander was. Oh, ik haat mijn leven. Oh mijn god. Okay, tweede 100 kp, het wordt sowieso niks dit. Nee, dacht het al. Nee, het had die vorige moeten zijn. Dat had Hazard moeten zijn. Maar er ging even iets fout. Met even kleine kortsluiting bij EA. Dat is van, oh Koen Hazard. Nee. Moeten ze Luc sparen. Want anders kan ik niet ook nog Ronaldo krijgen. Als hij team of the year is. Dan zei ik van, ah, oké, is goed. Schaven ze me even Koems. Oh mijn god, ik dacht echt van, dit is hem. Oh, wat baal ik zeg. Dat is echt niet normaal. Voor de rest, echt slechte packs. Maar dit. Oké, mensen, net even de rewards gehad. En nu gaan we één potje Weekend League doen. Want ik heb natuurlijk geplaatst voor de Weekend League. Ik ga alle 30 potjes weer doen. Ik ga niet doen zoals de vorige keer. Dat ik alle potjes op één dag ga spelen. Want ja, dat haal ik gewoon mentaal niet. Dan ga ik gewoon dood aan. En ik zit dus echt te denken. Team of the year komt eraan. Misschien moet ik mijn team maar verkopen. En natuurlijk zegt iedereen van ja, maar iedereen doet dat. Ja, maar met team of the year worden er echt heel veel packs over. Maar ook echt heel veel echt idioot dure packs. Dus ja, Ingram Suarez. Oh, deze smikkel Suarez. Die wordt ook nog geüpgraded als Barcelona doorgaat. Dus even hoe goed deze kaart wordt. Even serieus. Dus dat komt echt wel in de kwartfinale of zo. Dus nog twee rondes. Nee, eentje. Ja, dus die kan echt wel 4,95 worden of zo. Wow. Dan heb je wel een kaart. Maar oké, voor nu gaan we het gewoon doen met mijn teampie. Mijn teampie zoals altijd. En laten we hopen dat we het eerste potje kunnen winnen. Want dat zou betekenen dat we goed beginnen. Ja, daar komt eigenlijk wel neer, ja. Dan gaan we dan zoeken naar tegenstander. Als je nog deze video niet geliked hebt, doe het dan zeker. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, dankjewel. Dank u allemaal, dank u. Dit is mijn tegenstander team, ja. Dit mag ik toch niet verliezen. Job, VVIV. Job, als je deze video kijkt, spijt me, maar ik ga je even slopen, oké? Dan gaan we al. Hop. Suarez met een finesse shot. Oh. 1-0. Ja, buitenspel. Zorg even hoe snel ik daar weer was. En wat ga je nou doen, jongen? Wow, ik moet zeggen, het speelt echt snel of zo. Het speelt echt lekker, FIFA, vandaag. Scheidsie. Tingel, easy. Gewoon die El Tornado doen. Als je denkt dat je tegenstander gaat sliden, denk ik echt altijd een penalty. Want je loopt gewoon nog een stukje naar achter. Waar je altijd met je rug naar je tegenstander komt te staan. En als je normaal een goede tackle zou doen, doet hij dan geen goede tackle. Lekker. Dan weet u dat ik geen vrije trappen, geen penalties meer kan nemen. Ja, ik zie nog gewoon weer het midden, terwijl ik rechts wilde gaan. Dus eigenlijk had ik gewoon deze bal gemist. Dus Job, als deze video kijkt. Sorry, ik had eigenlijk de penalty gemist. Maar ja, omdat mijn controller, die wil niet meer naar rechts of naar links gaan. Zo. Die schiet alles door het midden. Echt fucking irritant. Maar in ieder geval, wel 1-0 voor. Dat is dan wel weer lekker. Oh mijn god, Van Raan, wat doe je? Zo, we stonden gewoon bijna 1-1. Door, omdat Van Raan, die had er even geen zin meer in het leven gewoon. Het is nu inmiddels een dag later, mensen. En ik baal gewoon oprecht, nog steeds, van die niet de Hazard die ik kreeg. Ik dacht zo dat ik Hazard had, jongen. Oh. Mensen, denken jullie dat ik een team hier ga packen? Ik hoop het echt zo ongelooflijk erg. Ik hoop gewoon dat ik daarna genoeg coins heb om Ronaldo te kopen. Maar ik hoop eigenlijk gewoon dat ik Ronaldo pack. Want die gaat zeker team hier krijgen. Oh, jezus. Kies man, schiet het naast. Hij hield de keeper hem. Oh, oké. Dat verklaart wel wat. Waarom hij hem naast schoot. De keeper hield hem namelijk. De keeper hield hem, zoals ik net al zei. Voor mij heeft de keeper hem gehouden. Ik denk dat de keeper hem gehouden. Stel je voor, ik pack Ronaldo team hier. Ik ga die echt never nooit verkopen. Wel een goede timing. Mijn timing zit er goed bij vandaag, mensen. Mijn timing is lekker. Boom! Hoppa. 2-0. Suarez. Tuurlijk. Wie anders? Zijn tweede goal ook alweer. Ja, die eerste was natuurlijk een penalty. Dat was niet heel moeilijk. Ik weet niet, maar hij is toch wel goed, hè. Ik was altijd echt twijfelen van, ik moet hem verkopen. Maar als ik dan toch weer zo... Ja, nu zie je dat hij toch weer twee keer scoorde in 15 minuten. Waarvan natuurlijk één penalty. Maar ja, die moet er ook in, hè. Ja. En die arme Job, die krijgt gewoon een penalty tegen en een corner goal. Ik zweer het je, ineens zijn corner goals gewoon weer te doen. Sinds de vorige Weekend League. Toen is er waarschijnlijk wel een update gedaan of zo. Of die week daarvoor. Want ja, toen was ik natuurlijk ook niet. Lada 86, nog steeds fucking goed. Beter dan Dani Alves. Ik moet zeggen, hij voetbalt er wel aardig doorheen. Maar ja, zijn team is gewoon niet zo heel goed. Ja, ik vind Icardi dit jaar vind ik gewoon niet echt denderend om eerlijk te zijn. Dus ja, als je dan met hem speelt, ja. Gewoon kloten, want ja, hij is gewoon niet zo goed. Ik weet ook niet zeker of deze gast mijn video's kijkt, maar één ding is zeker, hij kijkt wel Raul's video's. Waarom in godsnaam zou hij anders met Icardi spelen? Die was goed in FIFA 17, maar daarna echt niet meer, hoor. Oké, mensen, we staan 2-0 voor bij rust, 2 keer Suarez. Prima voorsprongje in het allereerste potje. Ik ga deze week echt voor Elite 2. Dit wordt mijn week. Ik kan maandag? Ik kan vrijdag, zaterdag, zondag 10 potten doen, maar die van zaterdag, weet niet. Ik ga misschien zaterdag wat minder doen en dan zondag iets meer. Ik weet niet, zaterdag spelen... Ik voel het dan niet zo. Ik voel dat zaterdag by far de meeste mensen spelen. En dat het daardoor echt de servers, ja, gewoon een beetje kloot zijn. En ik ben echt niet iemand die vaak zeik over delay of zo. Maar het kan wel gewoon dat de servers kut zijn, toch? Ja, als we even heel eerlijk zijn. Dat kan gewoon. Mappé! Finesse zijn zo OP. Het slaat echt nergens op. Het slaat echt nergens op. Kijk nou, waar gaat dit nou over? FC, het slaat echt nergens op gewoon. MP voor gewoon 97 pace. Oké, en als je op gaat letten, denk je pas echt van wat de fuck, waar slaat het? Het is wel terecht, maar daar niet van. Mbappé, wat ben je goed? Oh, Mbappé. Oh, Mbappé. Oh, dan mis je hem. Ja, dat is wel weer typisch Mbappé. Ja, ik score gewoon weer een corner. Gewoon weer twee corners in één potje. Waar gaat het over? Even serieus. Dat is gewoon 4-0. Deze gast lief gewoon niet. Kom op, man, Job. Zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Kom op. Ik vraag me dan af.
Hij drukte meteen op pauze toen hij mijn team had gezien en zo. Misschien stuurde hij wel even Snapchat naar zijn maten, weet je wel, van oh, even DNPNL lesje leren. Ik zou nu ook een Snapchat sturen van oh, 4-0 of misschien wel meer pakkie gekregen. Dan vind ik dat wel weer lachen. Misschien zegt hij wel van ja, ik had gewonnen. En dan komt deze video online en zien als een mat is dat. En is van gewonnen, je had gewoon 4-0 pakkie gekregen. Ik weet niet wat er met Neymar's corners aan de hand is, nee. Maar is al de derde die scoorde het potje. Ik heb gewoon 3 corners en een penalty gescoord. Op zich snap ik ook wel dat Job misschien een beetje boos is. Nee, niet weg dat ik veel beter ben. Maar 3 corners in 1 potje. Sinds wanneer zijn corners zo OP? Wat is er gebeurd? Als het elke potje zo blijft gaan, ja, dan ga ik wel 30-0 halen. Als ik gewoon een paar corners krijg elk potje. We krijgen weer een corner, mensen. Oh nee! Corners zijn zo slecht in het spel. Dat is wel beter. Vorig jaar waren corners echt zo drama. Toen kreeg je letterlijk alleen maar kut counters tegen zoals dit. Ah, kut, zo ging ik liep de verkeerde kant met mijn keeper. Welke speler was het? Oh, dat is Icardi. Ik dacht op een of andere manier dat Griezmann was, maar die heeft hij helemaal niet. Hij heeft een Serie A team, dus what the fuck. Nog eentje, ja. 6-1, Griezmann. Prima eerste potje. Lekker, blij mee. Hoppakee. 6-1 overwinning in mijn allereerste game. Als het zo door blijft gaan, 30-0, geen enkel probleem. Daar gaan we voor. Dat is mijn doel. Mensen, ik hoop dat je deze video leuk vond. Als je video leuk vond, geef zeker niet te liken. 6-1, de eerste game gewonnen. Mijn rewards waren aardig met Rashford en die Belgische informant. Eigenlijk gaan ze daar had moeten zijn. Ik ga zeker nog een weekendelijk video maken van mijn laatste games. En ik ga uiteraard superveel Team of the Year packs openen. Wil je het nou zien? Dat kan. Abonneer op mijn kanaal. Doe dat belletje. Hij zegt Team Belletje. Wil je meer van me zien? Dat kan. Klik heel veel. Wil je nog meer zien? Nog meer. En iedere keer een melding krijgen. Nou, je krijgt geen melding, maar wel in je subbox. Klik dan hier op dat mooie bolletje en druk op abonneren. En zie ik je weer bij de volgende video. Ik vraag me de volgende keer. Doei! Later!